Op 25 oktober start fase 3 van de werkzaamheden aan de Nijmeegse Hoogstraat. Vanaf dat moment is de weg bij het kruispunt Burgstraat, Kelfkensbos, Hertogstraat 3 weken lang helemaal afgesloten. De voerweg gaat daarentegen juist weer open op 25 oktober. De bedoeling is dat de werkzaamheden half december klaar zijn.